In dit filmpje bekijken we de laatste weg die het water aflegt alvorens het in de rivier terechtkomt. Het water is nu een mengsel van gezuiverd water en bacteriën. En die bacteriën zullen we vanaf nu het slib gaan noemen. Via een ondergrondse leiding komt dat mengsel vanuit de beluchtingsbekkens terecht in een nabezinktank. In die nabezinktank krijgt het water de kans om heel langzaam van het midden van de tank naar buiten toe te stromen. Door dat langzame stromen krijgt het slib de kans om naar de bodem te zinken. Centraal in die nabezinktank zie je een arm die traag beweegt. Dit is de rakelbrug. Die rakelbrug verzamelt al het slib op de bodem en schraapt die richting de slipput. En daar wordt al het slib verzameld om zo finaal een scheiding te krijgen tussen het gezuiverde water en het slib. Maar wat gebeurt er nu met al dat slib? Wel, een deel ervan wordt via de vijzels hier achter mij teruggevoerd naar het begin van het biologische zuiveringsproces. Daar wordt het gemengd met nieuw afvalwater en zo kan het zuiveringsproces opnieuw starten. Een ander deel wordt afgevoerd en ergens anders verder verwerkt. Dat kan tot biogas of andere nuttige grondstoffen. Per jaar produceert Aquafin zo bijna 100.000 ton slib. Na de nabezinktanks komt al het gezuiverde water hier samen. Een klein deel ervan wordt in deze kast, in deze potten verzameld om een monstername te doen, om zo de kwaliteit na te gaan en te controleren of onze zuivering wel goed werkt. De rest van het water gaat daarna via deze weg verder richting de waterloper.